Goedemorgen dames en heren, van harte welkom bij dit webinar. Een webinar hier vanuit Den Haag uitgezonden, waarin u vanuit huis of vanuit een kantoor gaat meepraten en meedenken over het vitaal platteland. Want de afgelopen 3,5 jaar hebben er verschillende projecten plaatsgevonden in het kader van het interbestuurlijk programma, waarin de verschillende overheden met samenleving aan de slag gingen om eens te kijken van ja, hoe kan je nou echt vanuit de opgave werken, ook vanuit het gebied werken. En vitaal platteland is één van die projecten. En dat is onder andere door het Planbureau voor de Leefomgeving zeg maar in de gaten gehouden. Wat gebeurt hier nou precies? Want dat zijn best nieuwe werkvormen gevonden. En kijk, wat werkt wel, wat werkt niet. En vandaag presenteren we de bevindingen van ja, eigenlijk wat het Planbureau voor de Leefomgeving eigenlijk in de afgelopen periode heeft zien gebeuren. Dat bespreken we hier aan deze tafel, maar dat bespreken we ook met u. Want u bent thuis aanwezig, op kantoor aanwezig, maar u ziet als het goed is aan de rechterkant van uw scherm de mogelijkheid om ook vragen te stellen of met elkaar te kunnen chatten. En dat kunnen we hier in deze uitzending naar voren brengen. Och van Kallen staat hier aan de zijkant. Die houdt deze vragen allemaal bij. Ik ben trouwens ook programmamanager van Vitaal Platteland. Dus voor jou ook een bijzondere dag eigenlijk. Ja, ja. En ik ben de laatste loodjes. Hè? Ja, precies. Dus, maar wel heel feestelijk en heel bijzonder. Ja. Ja. Wat is zo'n beetje je basisgevoel over de afgelopen 3,5 jaar? Ik bedoel, we zijn toch in een lerende evaluatie. Ja, ja. Nou, ik denk dat we een aantal elementen waarvan we vooraf dachten, dat willen we echt in de praktijk gaan brengen, echt ook succesvol in de gebieden bewerkstelligd hebben. Maar dat we toch ook wel een aantal zaken misschien ja, toch wel tegen muren zijn aangelopen. En ik ben heel benieuwd wat PBL daarvan vindt. Zijn we daar doorheen gebroken of zijn we een beetje op de plaats rust geweest? Ja, dat wordt ook een beetje de opbouw van de ochtend. We gaan straks eerst even terugblikken naar de afgelopen 3,5 jaar. Maar ja, tegelijkertijd, ja, de wereld gaat door. Dus we moeten ook verder gaan kijken wat er de komende tijd geleerd kan worden van de afgelopen 3,5 jaar. En wat we misschien anders kunnen doen. Jij houdt de chat in de gaten. Zeker. Dus mocht daar iets voorbij komen dat mensen zeggen van ja, of met elkaar aan het bespreken zijn of vragen aan de mensen hier aan tafel, dan laat je het weten. Je hebt daar een belletje voor. Laten we even kijken of die werkt. Ja, kijk, heel duidelijk. Ja, nou, helemaal goed. Dus dan weten we gelijk dat er ingebroken wordt. Ja. Je geeft wel even aan ook muren waar je tegenaan gelopen bent of dingen die misschien juist heel goed zijn verlopen. Is er iets waarvan je zelf echt benieuwd naar bent, ook onder andere in het eerste gesprek, als het gaat over het leren van de afgelopen 3,5 jaar? Nou, wat mij altijd het meest puzzelt, hè, we zijn natuurlijk gestart vanuit een hele heel ambitievol programma. We willen ook interbestuurlijk samenwerken. Maar hoe kijkt nou de buitenwereld naar die overheden? Wij zijn altijd heel erg druk met elkaar en daar moet ook heel veel op gebeuren. Dat hebben we ook volgens mij goed kunnen laten zien. Maar wat merkt nou de burger daarvan? De boeren, de natuurorganisaties, alle partijen die eigenlijk ook in die gebieden samen het platteland vormgeven. Ja. Dus daar ben ik benieuwd naar. Ja. Wat al mooi is dat je dat al als buitenwereld definieert. Ja. Ja, want dat geeft al eigenlijk precies de vraag aan waar het over gaat. Ja, dus ik zit soms ook op slot. Hè? Ja, dus, duidelijk. Ja, heel fijn. Ja. Dankjewel in ieder geval voor deze vraag. Gaan we het zeker over hebben. Bij mij aan tafel hebben we een aantal mensen zitten die eigenlijk met elkaar ongeveer het interbestuurlijk samenwerken vormgeven. Hans Momma's gaan we zo meteen naar luisteren als directeur PBL. Gaat de presentatie geven over die belangrijkste bevindingen. Maar naast hem zit Mario Jacobs. Hij is wethouder in Tilburg. Maar vanaf half april? Ja, 23 april word ik dijkgraaf bij waterschap A Maas. Ja, kijk, helemaal goed. En heb je dan ook echt het gevoel van dat je bestuurlijk echt een andere stap moet gaan zetten? Van wethouder richting het waterschap? Ja, qua vorm misschien wel. Maar qua inhoud denk ik dat er meer raakvlakken zijn dan we ons realiseren. Ja. En dat merk je als je overspringt van de overheidsorganisatie. Okay, Maar eigenlijk opgavericht werken, ook daar. Ja. We gaan kijken straks wat die overstap dan betekent. En of dat inderdaad, en zeker bij waterschappen, hebben volgens mij echt in dat IBP echt een nieuwe plek gekregen. Dus dat is ook interessant hoe dat bij Vitaal Platteland is verlopen. Johan Ozega, nu directeur-generaal van het ministerie van LNV. Maar daarvoor heel lang werkte ze bij een provincie.
Klopt. Ja, dus eigenlijk ook precies die twee kanten. Ja, klopt. Ja. Toen ik hier aan begon, toen zat ik nog bij de provincie Overijssel. En, ja. En waren we heel ambitieus van hoe we dat Rijk er meer bij konden krijgen. Ja. En die niet altijd ervoeren. En nou, we gaan horen of dat gelukt is. Als partner waarmee je stappen kan zetten. Maar een partij die het vaak alleen maar ingewikkelder maakt. Ja. De kans gegrepen om dat ook aan Rijkszijde mee te maken. En laat zeggen dat je wel gemerkt hebt dat dat nog best een uitdaging is om die rol te pakken. Niet als tegenmacht, maar als meedenkmacht. En ik hoop eigenlijk wel dat uit deze IBP Vitaal Platteland in ieder geval een paar dingetjes komen waar we kunnen zien van hey, dat biedt aanknopingspunten of goede voorbeelden hoe het ook kan. Ja. Dit gaat soms ook over aannames van ieders rol. Als je kijkt tussen de verschillende overheden bijvoorbeeld. Waarvan heb je gemerkt dat je toen je bij het Rijk ging werken, dat je eigenlijk dacht, ja, dat dacht ik eigenlijk als provincie soms misschien iets te eenvoudig over. Nou, ik eerder andersom. Wat ik het aardige vond op een gegeven moment bij het provincieland was dat we daar een beetje af waren van het adagium, je bent er wel van of je bent er niet van. Maar je gaat kijken van, wat kan ik bijdragen om deze opgave op te lossen? En ik wel merk dat in het Rijk, omdat het zo toch een beetje over verschillende departementen verdeeld is, dat best nog wel een stap is die je echt weer moeite voor moet doen om dat met elkaar helder te krijgen hoe je dat kunt invullen. Ja. Dat is het grootste verschil waar ik nu even tegenaan loop. Want ik denk bij dit soort dingen, het gaat om, dit is de klus die gedaan moet worden. En wat kan ik vanuit mijn rol als waterschap, als gemeente, als departement van LNV, maar misschien ook wel van BZK, zorgen dat die opgave ook echt gerealiseerd kan worden. En je hoort al vaker dat de beweging eigenlijk is gaan van je bent ervan of je bent er niet van, naar je doet even mee of je doet even niet mee. Ja. En dat iets flexibeler is geworden. Ja, ja. Volgens mij is dit programma ook echt om daar eens even mee te oefenen en met elkaar te gaan. Lukt dat dan? En hoe lukt dat dan? En wanneer lukt dat niet? En waarom lukt dat soms ook wel? Ja, nou heel fijn, want als je dit soort vragen hebt, is het altijd heel fijn als er natuurlijk een instituut is dat over de schouders meekijkt. Het Planbureau voor Leefomgeving heeft een lerende evaluatie gedaan van Vitaal Platteland. Ja. Toch eerst even een lerende evaluatie. Ja. Ik heb het idee dat je altijd moet leren toch van de evaluatie. Of gaat dat over de evaluatie waar, leert? Als het goed leert, is wel. Ja, goed is precies. Wel. Ja. Ja. Maar vaak worden evaluaties vooral gebruikt ter verantwoording. Ja. En daar leer je er bijzonder weinig van. Ja. Of pas achter na 4-5 jaar als het programma is afgerond. Ja. Dus, en het idee van die lerende evaluatie is dat je eigenlijk gaandeweg leert. Dus onderweg kijkt naar wat gebeurt hier nou. En dat meteen ook de ervaring daarvan oppakt in het voortzetten van je handelen. Ja, en dat je dus ook tussentijds kan bijsturen, bijvoorbeeld in zoiets als Vitaal Platteland. Ja, en voor een aantal klassieke evaluatiedenkers is dat vloek in de kerk. Ja. Want eigenlijk moet je natuurlijk wat je input en wat je output is, dat moet je los van elkaar zien steeds. Ja. Want anders gaat het zich dat hopeloos tot elkaar verhouden. Ja. Maar dat moet zich juist hopeloos tot elkaar verhouden om iets in beweging te krijgen. Ja. Ook daarin misschien ook wel weer nieuwe inzichten opgedaan over hoe zo'n evaluatie werkt. Nou ja, ik heb ook bij een van de presentaties, bij een van de workshops die we hebben gehad, het kader van het programma gezegd. Het is niet alleen leren voor zeg maar even de bestuurlijke betrokkenen en de burgers en de bedrijven die erbij betrokken. Het is ook leren voor ons. Ja. Dus wij leren ook, dit is er één van meerdere lerende evaluaties die we op dit moment doen. Hè. We doen het ook met de woningdeals, we doen ook de energietransitie en zo. Voor ons is dit ook een ontdekkingstocht. Ja. Van hoe kunnen wij nou als Nationaal Instituut onze rol goed vervullen in het inrichten van die schakel tussen nationaal en decentraal beleid. Ja, precies. Want dat is natuurlijk ook nog iets. Je hebt heel veel van dit soort denkkracht op nationaal niveau vaak georganiseerd. Ja. En dit speelt zich met name juist lokaal af. Ja. Dus we gaan luisteren naar de belangrijkste bevindingen. Want dat is in ieder geval wat we vandaag met elkaar bespreken. Het rapport zelf komt over 2 weken of rond de 2 weken komt dat uit. Dus dan kan iedereen dat verder lezen. Ja. Vandaag gaan we over de belangrijkste bevindingen praten. Ja. En gaan we eens kijken wat dat heeft opgeleverd in de 3,5 jaar. Dat is een korte presentatie. Mag recht in de camera kan dat. Ja. En dan praten we daarna. Ik kreeg gewoon Johan aan dan als een van de adressanten. Kijk, goed. Ja, precies. Ja. Maar goed. Samenwerken aan een vitaal landelijk gebied. Dat is het onderwerp, het thema van de presentatie. Ik denk dat ik voor dit publiek niet hoef uit te leggen wat de achtergrond daarvan is. Er komen ontzettend veel opgaven op het platteland af. Energietransitie, klimaatverandering, er is nog een kwestie van waterkwaliteit. We hebben stikstof natuurlijk, het grote stikstofdossier wat moet worden aangepakt. We hebben een woningtekort. Dus kortom, en we hebben nog een keer een omgevingsbeleid in ontwikkeling. Dus kortom, er is ontzettend veel aan de hand.
En dat raakt niet alleen aan het landelijk gebied, dat raakt aan een bredere relatie tussen nationaal beleid en decentraal beleid. En daarom is ook in de vroege periode van Rutte 3, hebben de vier bestuurslagen met elkaar besloten om een interbestuurlijk programma te maken met elkaar. En het interbestuurlijk programma Vitaal Platteland is daar één onderdeel van. En eigenlijk is het hele interbestuurlijke programma erop gericht om die samenwerking tussen die bestuurslagen in Nederland beter te laten verlopen. Mijn beeldspraak daarbij is altijd, ik kom nog terug in de presentatie zo meteen. We moeten van de vloeren van het huis van Thorbecke naar het trappenhuis, want daar gebeurt het eigenlijk. Alleen, ja, dat is leren met elkaar, want dat is nieuw. Dat veronderstelt ook dat we gaan nadenken over hoe we ons tot elkaar verhouden. En daar is eigenlijk dat interbestuurlijk programma Vitaal Platteland een onderdeel van. En wij zijn in de gelukkige positie van deze PBL om dat inderdaad te evalueren. Dubbel doelstelling dus, twee kanten. Enerzijds gaat het over de transitieopgaves, het platteland, vitaal platteland. Wat is een vitaal platteland? Hoe creëer je een vitaal platteland? Dat gaat natuurlijk in zijn algemeenheid over een goede relatie tussen economische ontwikkeling, leefbaarheid en natuurlijke condities. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want er is toch al wat aan de hand, zoals ik al net aanduidde. En de inzet van het programma was ook vooral om dat beeld van dat vitale platteland uit de regio zelf te laten komen. Dus dat nou eens een keer niet in Den Haag te definiëren, maar laat de regio zichzelf nou eens tot dat vraagstuk verhouden. Burgers, boeren, bedrijven. En eens kijken of daar een ander soort van toekomstbeeld uit kan komen. Dus dat was de inhoudelijke doelstelling. Nadenken over vitaal platteland. En dan was er een bestuurlijke doelstelling en dat gaat over interbestuurlijke samenwerking. Dus hoe kunnen we nou die interbestuurlijke samenwerking dienstbaar aan de ontwikkeling van het vitaal platteland, hoe kunnen we dat beter inrichten? En onze evaluatie heeft eigenlijk naar alle twee die aspecten gekeken. Inderdaad een lerende evaluatie, plaatje dat probeert te verbeelden. Waarom lerend? Omdat het eigenlijk vooral zoekend is naar allemaal het programma. We hebben geen gefixeerde. Ja, natuurlijk, er zijn VAR-doelen en er zijn waterkwaliteitsdoelen en zo. Maar veel van die doelen zijn ook nog in beweging. En daarnaast is het zo dat die doelen op ongelijksoortige manieren samenkomen in gebieden. Dat is heel anders op de hoge zandgronden dan in het veenweidegebied. Dus je bent met elkaar aan het zoeken naar, hoe gaat dit gebied er in 2030, 2050 uitzien? Dus lerende doelen, en dat veronderstelt ook een lerende evaluatie, zodat je met de betrokkenen het evaluatiekader maakt en ook veel sneller gebruik kunt maken van de resultaten van die evaluatie. Werkende weg met elkaar informatie ophalen, kennis ophalen, kijken wat werkt en wat niet werkt, om daar dan heel snel op te kunnen acteren. En overigens hebben we dat samen gedaan, dat hebben we niet alleen gedaan, we hebben dat samen gedaan met het Athena Instituut van de Vrije Universiteit in Amsterdam. De IBP Platteland kent 15 cases. Die hebben natuurlijk niet allemaal bekeken, dat zou te veel werk kosten. We hebben er 5 uitgekozen. Met die 5 zijn we wat dieper gaan kijken. Die 15 cases, daar is een typologie van gemaakt. Een soorten gebieden met soorten opdrachten, soorten vraagstukken. De veedichtheid, de hoge zandgronden. Het veenweidegebied gaat natuurlijk over CO2-emissies en het waterpeil. En wat daar dan aan economie aan gekoppeld kan worden. Maar het gaat ook over de relatie tussen natuur en samenleving. Het gaat ook over de relatie tussen landbouw en bodem, om die te versterken. Dus 4 soorten van opdrachten, 4 soorten van vraagstukken. En uit die 4 hebben we 5 cases gezocht die we met elkaar zijn gaan vergelijken. Dus we hebben ze onderling vergeleken. We hebben vergeleken wat er in die cases zelf gebeurt. Hebben we vervolgens hoog overgekeken wat er over al die cases heen aan ontwikkelingen heeft plaatsgevonden. Niet alleen wat betreft de beeldvorming over vitaal platteland, maar dus ook wat betreft die interbestuurlijke samenwerking en hoe die twee met elkaar geschakeld hebben. Dat was het ontwerp voor de lerende evaluatie. Om even toch iets van inhoud naar binnen te brengen en dat niet alleen maar hoog over te laten zijn. 2 voorbeelden. Mario zit hier aan tafel, dus Van Gogh Nationaal Park in Brabant. De binnentuin van Brabant zou je kunnen zeggen. Het Beekdalengebied tussen de 4 steden. De achtertuin van die steden. Waar enerzijds de 4 Natura 2000 gebieden zitten. En daarnaast was het een keer een fantastisch beekdalenstelsel, maar ook agrarische activiteiten. En de uitdaging is natuurlijk om al die activiteiten meer duurzaam zich tot elkaar te laten verhouden. En er is dus nu een initiatief van de Van Gogh Nationaal Park in oprichting om dat samenhangend te gaan bekijken met elkaar. Om daar ook de verschillende bestuurslagen integraal zich toe te laten verhouden. Dat was een van de projecten die wij hebben bekeken. En het andere project is de Achterhoek. Waar een hele andere problematiek speelt. Dat gaat over veedichtheid. Dat gaat over de hoge zandgrond.
prachtig gebied, een mooi coulissenlandschap nog, wat enorme landschappelijke kwaliteit heeft, maar tegelijkertijd onder druk staat. Dat is een waterkwaliteitskwestie. Dus ook hier zie je dat partijen zich tot het grotere vraagstuk moeten verhouden en met elkaar moeten gaan zoeken naar nieuwe verdienmodellen. Meer extensieve veehouderij. Maar hoe kan die extensievere veehouderij dan de boek ophouden? Is daar iets mogelijk in de sfeer van natuurdiensten, ja of nee? Wat voor continuïteit geeft dat aan de bedrijfsvoering? Dus hier ligt inderdaad een iets andere thematiek. Maar als voorbeeld om even aan te geven wat daar in die gebieden zoal aan de orde is. Hier is die, trappenhuis van Escher. Prachtig beeld vind ik, omdat je eigenlijk heel moeilijk het boven en beneden kunt vinden. Het is overduidelijk een trappenhuis, maar de manier waarop mensen lopen, of ze naar boven lopen of naar beneden, naar links of naar rechts, dat blijft een beetje vaag. Het is complex. Je krijgt het niet logisch met elkaar in een soort van modelletje gegoten. En volgens mij verbeeldt het heel mooi hoe dat in het trappenhuis van Thorbecke op dit moment toegaat. Daar zit geen lineariteit. Natuurlijk zitten daar voor een deel uitvoeringsrelaties en dan zitten juridische verhoudingen en dan zitten natuurlijk verschillende organiserend vermogen enzovoorts. Maar tegelijkertijd is veel in dat trappenhuis in beweging, onduidelijk, er moet samengewerkt worden. Dus ik hou over die metafoor van het trappenhuis. En het oefenen in dat trappenhuis is ook een onderdeel geweest van dit interbestuurprogramma. En dat hebben wij meegenomen in de evaluatie. Dan naar de bevindingen. Wat hebben wij nu geconcludeerd uit deze lerende evaluatie? Er is volgens mij veel geleerd. Volgens ons veel geleerd. En wat er vooral geleerd is, is wat opgavegericht werken behelst. En wat voor problemen en kansen je werkende weg daarin tegenkomt. En er zijn twee aspecten die daarin aan de orde komen. Dat is horizontaal samenwerken. Dus wat partijen hier met elkaar beoefend hebben en geleerd hebben, is hoe je meer horizontaal met elkaar kunt samenwerken. Een van de prachtige workshops waar ik het verslag van zag in een begeleidende column ergens, was in de Villa Jongerius in Utrecht, waar de verschillende projecten elkaars projectplannen hebben bekeken. Ja. Nou, top. Dat is natuurlijk iets wat heel onwennig was natuurlijk, hè? Want je moet bij anderen in de keuken kijken. Maar tegelijkertijd is dat precies het horizontale leren wat je wil dat veel meer gaat gebeuren. Het grappige vind ik altijd, zodra er evaluaties aan de orde zijn, dan kijkt men vanuit de regio naar Den Haag. En men klopt aan bij het planbureau voor de leefomgeving. Kunnen jullie niet een evaluatie maken? Terwijl ik zoiets heb van, maar waarom ga je niet bij de buren kijken? Ja. Waarom gaan jullie niet alle 12 als provincies of regio's bij elkaar in de keuken kijken om van elkaar te leren? Nou, die workshop daar in de Villa Jongerius was een mooi voorbeeld van horizontaal leren. Verticaal samenwerken. Ja, Rijk en regio zijn nadat elkaar gekomen. Ik denk dat de Rijk iets geleerd heeft, maar Johan moet het zomaar even vertellen. Onze ervaring is dat de Rijk inderdaad in de keuken van de regio heeft kunnen kijken. Echt expliciet is tegengekomen wat daar kansen en risico's liggen. En de ervaring in de regio is heel overduidelijk dat men het positief ervaren heeft dat men contact heeft met Den Haag. Dus plotseling was er een loket in Den Haag. Men kon het gesprek aan met Den Haag. Men kon zijn frustraties daar kwijt. Men kon ook kansen overgeven. Hè? Van, als je nou eens hier aandacht aan gaat besteden, dan komen we een stap verder. Dat soort van interacties die waren veel meer aan de orde. Het programma voegde slagkracht toe aan de bestaande dynamiek. Maar tegelijkertijd, waren er ook kansen onbenut. Er bleven kansen onbenut. En waar heeft dat mee te maken? Dat heeft ons betreft vooral te maken met het feit dat beeld van dat vitale platteland. Hè? Wat is dat toekomstbeeld nou? Dat bleef eigenlijk te weinig uitgewerkt. Er worden van partijen, van bedrijven, van burgers, van bestuurders hele grote ingrepen verwacht. Hele grote veranderingen verwacht. Van agrarische ondernemers wordt verwacht dat ze anders gaan nadenken over een onderneming, anders gaan nadenken over investeringen. Dat zijn grote stappen. Maar dan wil je wel zekerheid hebben over waar het naartoe gaat. Wat is dat richting 2030, 2050? Hoe gaat dit landschap er dan uitzien? Wat is dan het waterpeil hier? Hoe zit het met de verzilting van de grond? Kan ik hier dan nog welke bedrijfstype uitvoeren? Dus partijen willen zekerheid hebben om binnen die zekerheid als het ware hun richting te kunnen bepalen. En dat mankeert nog in het programma. Dus met elkaar nadenken over wat is de stip op de horizon. Generiek, nationaal, maar ook regionaal.
Nou, dat zal volgens mij een van de grote opgaves blijven. En dat is dus een van de manco's geweest in dit programma. Omdat natuurlijk veel van wat aan de orde is nog onderwerp is van politiek debat. En we zitten nu met de formatie. Er wordt verkend op dit moment een paar straten verderop. Dus nou, dit lijkt me het moment om het tekort wat we signaleren in dat programma, om dat inderdaad handjes en voetjes te gaan geven. Maar goed, vitaal platteland dus. Daar zit volgens ons de bottleneck. Dat is een enorme lastige opgave gebleken. En dat is natuurlijk, dat kun je niet generiek invullen. Het vitale platteland zal er in het Veenweidegebied totaal anders uitzien over 10 jaar, over 30 jaar, dan in de hoge zandgronden. En dat betekent niet dat overal landbouw weg moet. Want dat beeld bestaat ook wel eens vaker. Nee, het gaat erom dat we hebben in de loop van de jaren hebben we een soort van misfit gecreëerd tussen landbouwactiviteit aan de ene kant en natuurkwaliteit aan de andere kant. En waar het over gaat in Nederland nou, is dat we weer die fit terugvinden. Tussen bodemkwaliteit, waterkwaliteit aan de ene kant, natuurkwaliteiten en die landbouwactiviteiten die daarbij passen aan de andere kant. Dus eigenlijk zijn we op zoek naar een soort van reshuffling van activiteiten en een andere inrichting van activiteiten die ertoe leiden dat enerzijds de natuur robuuster kan worden en dat anderzijds toch nog steeds verdienvermogen overeind blijft op dat platteland. Dus de zoektocht naar het vitaal platteland gaat door. Wat voor handelingsperspectieven geven we daarbij mee? Zet publieke waarde centraal. Dus redeneer vanuit natuurkwaliteiten, leefbaarheid. Ga niet alleen maar kijken naar marktcondities. Die marktcondities moeten er ook bij, maar niet alleen. Dus je moet ook kijken naar, oké, wat zijn dan de publieke waarden die hier aan de orde zijn? En dan vervolgens dat doorvertalen naar, oké, en welke marktcondities horen daar dan bij? Werk aan die gezamenlijke visie, daarover heb ik het al gehad. Creëer duidelijke kaders, continuïteit. De regio's vragen om continuïteit, als kunnen we niet investeren. Verbind beleidsvorming met beleidsuitvoering, daar heb je hem. Hè? Dat is een bredere discussie vandaag de dag, ook vanwege de toeslagaffaire. Dus hou in het beleid contact met de uitvoering. Bekijk permanent wat werkt en wat werkt niet. En neem daar vervolgens ook de consequenties van op. Pak die op, die consequenties. Dus als inderdaad ergens een lock-in is, thematiseer dat in Den Haag. En geef dat als het ware een zekere politieke inkleuring en weging. En communiceer dat dan terug naar de regio, zodat de regio ook weet wat ze daarmee moeten doen. En werk dan aan een structuur om de sectorale aansturing te doorbreken. Want dit was het programma van LNV. Maar ja, het is een integraal vraagstuk. Want het gaat niet alleen maar over natuur en landbouw. Het gaat over veel meer. Nou, maar hoe krijg je nou dat die andere percelen ook meeschakelen? En die andere percelen hebben natuurlijk ook een sectorale ding. Dus die moeten leren meeschakelen met natuur. We moeten ergens nog woningen kwijt. Hoe verhoudt zich dat tot landbouw en natuur? Dus kortom, die schakelkast, dat is niet alleen een verticale schakelkast. Het trappenhuis is niet alleen verticaal. Maar dan zit hier in Den Haag nog steeds een horizontale schakelkast die moet worden ingevuld. Nou, dat is volgens mij ook duidelijk geworden uit het programma. Wat ontbreekt, als je dat echt wil condenseren tot zijn kern. Hè? Er staat natuurlijk veel meer in het rapport en veel meer nuance en zo. Maar dit is echt de kern. Een gedeeld besef van richting ontbreekt nog steeds. Waarheen met het platteland? En die interbestuurlijke samenwerking die kan nog veel robuuster. Daar ligt nog veel meer winst te halen. Als die bestuurslagen beter bij elkaar functioneren, opgaven gericht bij elkaar schakelen. En dan de blik vooruit. Dan stop ik even voor het moment. Het programma houdt nu op. De gebieden gaan door. Anders werken, men heeft eraan geproefd. De stappen zijn vooruitgezet. Maar nu, weet je, ik zie het vooral als er is gebiedsgericht iets van een soort van ontwikkelcoalities zijn er ontstaan. Vitale coalities, zoals we dat noemen. Die willen met elkaar vooruit. En die zitten nu te kijken, oké, wat gaat er nu gebeuren? Wat zijn de kaders of eikpunten of piketpalen die nu geslagen worden en die ons in staat stellen om vooruit te gaan? En ik denk dat op zichzelf, als je nu terugkijkt, eigenlijk een hele ideale schakeling is geweest van inhoud en proces. We hebben Rutte 3 benut om eens eventjes in deze gebieden de coalities te vormen. Nu is het kabinet weer aan zet om kaders te scheppen en die kunnen straks weer de gebieden ingaan. Die kunnen worden opgepakt door deze coalities om dat verder met elkaar vorm te geven. Dus de formerende partijen kunnen zo aansluiten, zou ik zeggen, bij het interbestuurlijk programma Vitaal Platteland. Dankjewel, Wim. Duidelijk. Dankjewel, Hans. Dank.
Ja, er zitten heel veel dingen al nu in de bevindingen. Ik zie ook al mensen wat opschrijven. En ben het trouwens ook benieuwd. Gebeurt er in de chat ook al iets? Ja, zeker. Nog niet zo heel veel vragen, dus die mogen komen. Maar wel reactie op met name het punt dat het eigenlijk lastig is om... Ja, je wil wel die stip op de horizon plaatsen. Maar als je met mensen aan tafel zit die gewoon in de alledaagse problematiek zitten van vandaag, hoe lastig is dat dan om hen uit die modus te krijgen en dan ook die stip te gaan zetten? Ja. Dus dat is een dilemma wat in die gebieden ook gevoeld wordt. Ja, en dus een terechte observatie, maar ook gelijk al een soort zoektocht naar de uitleg waarom dat dan het geval is. Ja. Dan gaan we zo eens bekijken hoe dat dan zit. Ja. Want, laat eerst even gewoon of dit aansluit bij jullie eigen ideeën. Want dat is natuurlijk ook, ik bedoel, het plan erover leefomgeving kijkt mee, maar jullie zijn zelf daar ook mee aan het werk. Dan denk ik van, nou ja. Grappig, ik kwam eigenlijk ook wel een beetje tot die punten. Jan? Ja, grappig, ik kwam ook wel tot die punten. Ik herken ze, ik kan ze ook goed plaatsen. Maar terwijl Hans dit zat te vertellen, bracht mij ook in herinnering... dat toen wij begonnen hieraan, een deel dacht IBP Vitaal Platteland... Nou, dat is nou niet onze grootste zorg. We hebben echt als provincies en als Unie van Waterschappen en als VNG, ik zat toen nog in een ander, moeten praten als een brugman, met name de Unie en het IPO, om dat op agenda te krijgen. En als je dan het verhaal van Hans hoort, dan denk je eigenlijk, we hebben te weinig gedaan. En tegelijkertijd denk je... Wat zat die moeilijkheid in om het op de agenda te krijgen eigenlijk? Wat was de weerstand? Nou, dat gevoel was, het landengebied is niet het probleem. We hebben problemen met de financiering. En het was vooral gedoe tussen de VNG en het kabinet. Overigens ook nog steeds niet opgelost. Maar daar leek het heel erg over te gaan. Hoe moeten we dit nou gaan doen? En als ik dit nou terughoor, dan denk ik... wat goed dat we dit gedaan hebben. Want er ligt echt een fundament... Maar het huis staat er nog niet op. Maar we hebben wel een basis gelegd om voort te bouwen. En er zitten echt een paar bevindingen in. Denk, daar moeten we wat mee. Dan zeg je daarmee eigenlijk, een van de winsten is ook dat het überhaupt op de agenda is gekomen. Dat het gewoon überhaupt beter in het blikveld is gekomen wat de vraagstukken zijn binnen het Vitaal Platteland. Ja, want kijk, nu rent iedereen achter stikstof aan. Mm-hmm. Maar als je even een spaar dieper graaft... en Agenda Vitaal Platteland, of die agendeert dat eigenlijk al. Dan gaat het niet alleen over stikstof. Dan gaat het ook over klimaat. Dan gaat het over leefbaarheid. Dan gaat het over brede welvaart. Dan gaat het over veel meer. En als je niet oppast, gaan we straks met z'n allen proberen één probleem op te lossen. En vervolgens al die andere laten we liggen. En één ding is zeker, dan gaan we er niet komen. Want die problemen hangen met elkaar samen. Als je het één doet, heb je het ook over het ander. Heb je het over de kwaliteit van water en verdroging... dan heb je iets over de toekomst van wat je in dat deel van het landelijk gebied wel en niet kunt. En dan heb je het dus inderdaad ook echt over de samenhang van de vraagstukken. Ja. Wat dus ook vraagt van alle bestuurlijke gremia die er omheen zitten... om dat ook in samenhang op te pakken. Absoluut. Wat ik wel opvallend vind, Mario, is in veel van de dingen rondom het IBP... het lijkt soms ook wel gewoon een soort relatietherapie voor overheden. Van hoe verhouden we eigenlijk ons tot elkaar? En dat daar best veel energie naar uitgaat. En dat je soms bijna afvraagt, een beetje ook de vraag van de buitenwereld, zeg maar. Dat je als inwoner zit te kijken van ja, luister, dit is toch gewoon voor mij één over. Regel dat gewoon met elkaar. Maar dat is dus blijkbaar, vraagt dat echt nog veel energie om elkaar te vinden. Ja, je moet uitkijken dat het niet eindigt in een soort groepstherapie. Ja. En dat kun je ook wel oplossen, hebben wij gemerkt, door je niet te beperken tot de 4 overheidslagen... maar de buitenwereld naar binnen te trekken. Mm-hmm. Ik bedoel, als je kijkt naar het project waar ik hiervoor zit, het Vergocht Nationaal Park, zijn 50 partijen bij aangesloten. Ja. Dat gaat van de Efteling, de Rabobank, onderwijsinstellingen, de steden. Dus we hebben het over het platteland, maar de steden zijn er ook bij betrokken. En wat we in feite zeggen, uiteindelijk gaat er een kwaliteit van leven. Mm-hmm. Ja, als je het hebt over publieke waarde, als je het hebt over wat is ook alweer de bedoeling, kwaliteit van leven. Of het nou in de stad is of op het platteland. Ja. En wat je dan constateert met elkaar, is dat het een eigenlijk niet kan zonder het ander. Als ik bijvoorbeeld Tilburg, stad, zie hoeveel Tilburgers gebruik maken van het platteland, vooral nu in coronatijd, dan denk ik, ja, die relatie is er en ga dat niet met een schaartje doorknippen. Ja. Dus twee dingen. Eén, beperk je niet tot de 4 overheden, maar haal de andere partijen er ook bij. Ja. En maak niet een geforceerde knip tussen platteland en de rest van de wereld. En had je daar zoiets als het IBP voor nodig om dit te ontdekken? Nou, als ik eerlijk... Ik ben niet. Nee, precies. Wat dat... Want wij waren al bezig. Ja. Maar het heeft wel iets gedaan. Okay. Namelijk, één, LNV zat op een gegeven moment bij ons aan tafel. Okay. En ik moet zeggen, we hebben jullie gemist in de regio.
En ik ben heel blij dat de LNV weer aan tafel zit. Want als we ergens tegenaan lopen, hadden we nou meteen iemand waarmee een overleg komt. Mm-hmm. En een overleg, dus niet pingpongen tussen departement en regio. Nee, ze zaten aan de gezamenlijke tafel. En niet alleen met de overheden, maar bijvoorbeeld ook met ZLTO erbij. Mm-hmm. En dat is pure winst. Ja. En het andere... En dat daarvoor gebeurde dat niet. Dan moest er gebeld worden of iets. Of daar was gewoon dat contact was er. Dan pakten wij de trein naar Den Haag. Ja, ja. En nu pakt de LNV de trein naar jullie. Ja. En dat heeft heel veel opgeleverd voor ons. Ja. En wat ook is, en zo plat is je natuurlijk ook wel weer. Er kwam natuurlijk ook wel wat geld mee vanuit het programma. Mm-hmm. Maar dat zorgt net voor het aanjagen om dingen van de wal te krijgen. Ja. Want als één iemand de eerste euro neerlegt... dan is het voor anderen weer gemakkelijker om een euro erbij te leggen. Ja. En dat effect hebben wij gezien. Ja, ja. Olga. Ja, de vragen stromen binnen, dus hartstikke leuk. Ja. Ik pik er even twee uit. Heb je de naam van diegene erbij? Vind ik altijd leuk. Ja, dan moet ik even kijken. Kijken of het lukt. Ja. Ja, ja. Ilana Ifra van het IPP Regionale Economie. Ah, die is ook. Dat is een ander programma onder de IPP-vlag. Die herkent het verhaal en die vraagt ook... Ja, hoe kun je eigenlijk de geleerde lessen goed borgen in de staande organisaties? Ja. Ja. Want er gebeurt veel langs die organisaties, hebben we ook in ons programma gezien. Maar hoe betrek je dat nou echt in het hart van de beleidsprocessen waar het moet gebeuren? Dat is dus één vraag. Laten we die eerst even doen. Ja. Pak ze één voor één. Ja. Want we begonnen natuurlijk met het begrip lerende evaluatie. Waarvan Hans jij al aangaf, dat is eigenlijk ook wel bijzonder. Want wij waren aldoende leerden we en dat gaven we gelijk terug. Ja. En er was ook zo'n community of practice. Hè, inderdaad, mensen die bij elkaar kwamen zeiden, dit leren we nu al. Heb je ook het idee dat je al gaandeweg dat er ook echt geleerd werd? Zag je gaandeweg in die 3,5 jaar verandering ontstaan? Heb je dat hieruit? Bedoel, bij onszelf of bij het IBP? Bij het IBP. Bij het IBP, ja. Nee, tuurlijk. Want kijk, inderdaad, Nationaal Park, Van Gogh Nationaal Park was al langer bezig. Hè? Dus logisch, hè? Een aantal gebieden waren ook al langer bezig. Een aantal gebieden niet. Dus daar zijn coalities ontstaan. Dus daar heeft men elkaar gevonden. En men heeft geleerd van die gebieden waar men al een stapje verder is. Ja. Dus daar is absoluut geleerd. Ja. Maar wat ik eigenlijk het belangrijkste punt vind, wat hier geleerd is... dat is dat je dit soort van gebiedsspecifieke projecten... dat gebiedsspecifieke werken, opgavegericht, gebiedsgericht... Mm-hmm. Ja, whatever je daar voor term aan wil geven... dat we dat moeten bevrijden uit een soort van tegenstelling waar dat in zit. Mm-hmm. Tussen enerzijds lagere overheden zijn uitvoerders... van wat we in Den Haag beslissen. Ja. Hè? Dat is de ene kant. Dat is dus het top-down idee. En van Lieverlee heeft zich daar tegenin... een soort van tegenbeweging ontwikkeld... die helemaal bottom-up is. Ja. Nee, gebiedsgericht. Het gaat echt over dat ze het alleen maar in gebieden... En wat we leren in dit programma... is dat alle twee niet waar is. Nee. Je hebt alle twee die bewegingen nodig. Je kunt niet louter bottom-up werken... want dan weten mensen in de regio niet wat ze moeten doen. Daar heb je nationale infrastructuur voor nodig. Daar heb je nationale afspraken voor. Als er kom je geen steek verder in die gebieden. Dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal is dat je hier in Den Haag veel meer besef nodig hebt... over wat voor consequenties hebben onze maatregelen. Nou, werkt het wel ja of nee? Of zitten we hier perverse consequenties met elkaar te organiseren? Ja. Daar moet je niet naar wachten, na 4 jaar of zo. Nee, dan moet je werkende weg aan doen. Want je frustreert projecten elders als je dat niet goed organiseert. Dus je moet, wat we hieruit leren, is dat je permanent gewoon met elkaar in gesprek moet zijn. Nee, en dat niet vrijblijvend moet zijn, geen thee drinken, maar je moet daar consequenties aan verbinden. Ja. Hoe zou ik dat kunnen zien als ik nu naar het ministerie zou gaan, in verhouding tot 4 jaar geleden? En ik zou daar met mensen gaan praten. Waar zou ik merken dat er inderdaad geleerd is? Dat dit soort inzichten, van het moet van twee kanten komen, maar ook van we moeten eens wat vaker de trein pakken. Zou ik dat echt bemerken? Ja, dat denk ik wel. Hoe zou ik dat merken? Nou, op twee manieren. Ik denk dat als je 4 jaar geleden, toen bestond het overigens nog net niet, het ministerie van LNV, gebiedsgericht, dan had men echt aangekeken, maar waar gaan wij toe? Het is gedecentraliseerd, het natuurbeleid en het landbouwbeleid, dat doen we niet gebiedsgericht. En als je daar nu binnenkomt, dan zul je merken dat mensen daarmee bezig zijn. En soms echt nog niet weten hoe dat moet en hoe dat precies uitpakt. Maar ze zijn ermee bezig en ze hebben in de gaten dat het een manier is waarmee ze resultaten kunnen boeken. Ja. Ook in onderdelen van het departement dat heel van traditioneel, heel vanuit sectoren denkt. Die denken, maar het doet er ook toe in welk gebied het is. Dat maakt gewoon verschil. Je merkt dat gesprek gaande is. Dat we echt aan het zoeken zijn hoe we dat dan moeten doen. Dat is de ene plek. Tweede plek... Zijn dat dezelfde mensen trouwens? Kunnen dezelfde mensen dit? Of is het zo'n fundamentele andere manier van werken dat je op een gegeven moment echt ook hebt gedacht,
sorry, daar moeten we echt andere mensen voor hebben? Nou, je hebt wel mensen nodig die het interessant vinden om dingen te verbinden. Maar je hebt ook vakspecialisten nodig. Want je kunt wel van allerlei dingen bedenken over mestbeleid, wat ongelooflijk ingewikkeld en complex zit en met allerlei regelgeving. En als je daar niet goed in zit en je dan meedoet in een gebiedsproject, dan gaat het echt fout hoor. Dus je moet die twee bij elkaar houden. En dat is ook echt binnen LNV best af en toe even zoeken. Want die twee mensen moeten bij elkaar komen en met elkaar gaan begrijpen welk proces zit die een nou in en waarom doet die zo ingewikkeld en moeilijk en waarom kan het niet en hoe kan het wel. Maar je ziet dat dat aan het beginnen is en dat men daarmee bezig is en dat men de kansen begint te zien. Dat is het ene niveau. Ik vraag het ook even voordat je bij tweede niveau komt, omdat namelijk in het voorbeeld wat jij gaf bijvoorbeeld ook bij het Van Gogh Park, dat je zegt van ja, daar zitten heel veel verschillende partijen. Daar zit een enorme lokale sensitiviteit van wat er moet gebeuren. Ja. En dat vraagt dus ook hier bij het ministerie Den Haag, dus mensen die ook gevoel hebben voor wat er lokaal gebeurt. Die lokale sensitiviteit. Zeker. Vind ik dat ook terug bij het ministerie? Ja, dat is heel divers volgens mij. Maar degene die ermee aan de slag zijn, die weten echt wel hoe dat werkt. En die hebben dat geleerd. En dat is natuurlijk ook, die vinden dat ook spannend. Ik denk dat er ook nog wel echt mensen zijn die nog klassiek top-down denken. Nou, wij gaan het wel even vertellen. Ja. Maar overigens, dat is ook niet iets wat je alleen in departementen aantreft. Want soms is het heel makkelijk om even heel stoer te gaan doen. En vertellen, nou, als het nou zo doen, dan gaat het gebeuren. En dat gaat dan meestal over één onderwerp. En dan denkt iedereen, nou, ja, dat klinkt dus een mooie oplossing. En dan kom je er vervolgens achter dat er nog vijf andere dingen zijn die ook spelen. En dat het die ene eendimensionale oplossing echt niet gaat werken in zijn eentje. Maar dat is natuurlijk aanwezig. Dat is niet zo dat dat nou opeens weg is. Okay. En trouwens, dat mag er ook wel een beetje wezen. Want als dat er niet is, af en toe iemand die gaat zitten douwen en gaat zitten trekken, dan wordt het gezapigheid. Van twee kanten. Dat moet van twee kanten. En het tweede niveau, wat ik ook wel leuk vind, en Hans krijgt daar af en toe ook wel wat van mee, is dat ik merk dat in Den Haag echt weer het gesprek gestart is over hoe kijk je naar gebieden en hoe werk je samen met andere overheden. En dat dat ook iets vraagt van de Rijksoverheid. Dat je ook als Rijksoverheid moet gaan nadenken. Wat willen wij hier nou eigenlijk? Ja. Wat vinden wij hier nou eigenlijk van? Want inderdaad, het is natuurlijk best lastig praten in een regio als je zelf eigenlijk niet heel veel handvatten hebt over wat je daar nou wilt. Dan is het leuk dat je mee kon praten, maar wat kom je nou eigenlijk brengen? Ja. Nou, en dat gesprek zie ik op dit moment ook echt weer in Den Haag op gang komen. En daar zit nog heel veel gradaties in over hoe je dat doet en hoe je dat moet doen. Maar het gesprek is er weer en men heeft in de gaten dat one size fits all, overal hetzelfde, dat in ieder geval niet werkt. En dat we daar echt naar een andere oplossing moeten komen. En daar brengen we ervaring, zoals het nu in IWP Vitaal Platteland wordt, dan natuurlijk in ieder geval vanuit ons. Maar je ziet dat BZK dat doet met de woondeals, die wordt daar echt op tafel gebracht. En de essentie hier is dus dat niet vrijblijvend is. Hè? Ja. Het is iets anders dan opgaves en vraagstukken vrijblijvend over de schutting gooien. Ja. Nee, dat is het niet. Nee. Dus je moet met elkaar in gesprek op die verschillende schaalniveaus. Dus ook die Rijksoverheid moet met zichzelf in gesprek. Zeker. Tussen de verschillende departementen. Maar dat gesprek moet niet los plaatsvinden van wat er in die regio gebeurt. Want juist in die regio komen die dingen samen. Ja. En daar botsen ze met elkaar. En daar ontdekken ze wat er systemisch fout is gegaan daarboven. Zodat ze daar beneden niet verder kunnen. Ja. En dan moet die informatie weer naar boven worden gebracht. En die moet hier dan weer op de een of andere manier integraal worden opgepakt. Ja. Mario, ik beschreef net even als relatietherapie voor overheden. En nu heb je volgens mij twee vormen van therapie. Je hebt eentje dat je bij elkaar op de bank gaat zitten en heel lang gaat praten met elkaar. En de tweede is volgens mij, je gaat samen leuke dingen doen. En dan gaandeweg ontstaat het gesprek. Wat is Vitaal Platteland van deze twee? De laatste, gelukkig. Ja. Ja, eigenlijk is het gewoon een samenstruikelend voorwaarts. Ja. We gaan vooruit met elkaar, met concrete projecten. Maar we weten, als geen ander van elkaar, we gaan hem op een gegeven moment gewoon een keer struikelen. Ja. Maar help je elkaar dan om op te staan en weer door te gaan? Ja. En dat is volgens mij houding en gedrag. Dan komen we weer uit bij welke mensen doen het. Ja, precies. Kunnen ze dat? En wat een risico is dat heel veel mensen die ermee bezig zijn, ook vanuit de organisatie, het gevoel hebben, we moeten het erbij doen. Ja. Terwijl dat volgens mij de kern van hun werk is. Ja. Dus ook heel plat heel even, in beoordelings- en functioneringsgesprekken, waar reken je mensen op af? Ja. Nou, volgens mij op gebiedsgericht, opgavegericht werken vanuit de bedoeling. Ja. Daar kunnen we nog allemaal iets van leren. Dat kan soms ook betekenen dat dus het voordeel van de keuze die je maakt helemaal niet bij je eigen organisatie neervalt, maar bij een ander. Ja. En dat je dus nog steeds positief beoordeeld wordt. Ja. Want dat is het nadeel ook weer van opgavegericht werken. Is dat je soms iets moet doen wat buiten je eigen veld ligt. Ja. En voordeel oplevert voor een ander.
niet zichtbaar voor jezelf, maar all over schieten we er allemaal iets mee op. Ja. Maar dat vergt wel iets, elkaar iets gunnen. En dan kom je bijna op je relatietherapie. Ja. Dan gaat het toch weer over relaties. Ja. Vertrouw je elkaar, kun je elkaar vasthouden. Niet alleen voor nu, maar ook voor zo dadelijk. Die vraag van Ilona, die zei van, hebben we daar nou ook echt van geleerd? Zie je nu deze manier van werken? Bijna die mentaliteitsverandering die er al is. Zie je dat nou echt wortels schieten al bijvoorbeeld in Tilburg? Dat je denkt van ja, ik zie gewoon mensen echt dat, daar is die klik gekomen, zeg maar. Ze zitten er anders in. Ja, maar dat komt ook omdat wij, als ik heel even terugbreng naar onze eigen organisatie, is dat we in Tilburg van een standaardorganisatie naar netwerkorganisatie zijn gegaan en gezegd hebben, daar waar het zich afspeelt, daar moet je ook zijn. En dat is buiten. En juist daar op die vlakken waar het schuurt. Ja. Want daar gebeurt het. Hè? In je eigen kolom is leuk werken, maar dat gebeurt niet in een ruk. Daar waar het gebeurt, is juist buiten je kolom waar die schuurt met die andere kolom. Ja. Daar moet je bij zijn en daar moet je ook open voor staan. Ja. En open voor staan betekent, Johan had het over, ja, er moeten ook dingen worden gebracht vanuit de regio's naar het Rijk. Daar ben ik het volledig mee eens. Maar wat wij dan als regio verwachten, is dat wij niet in een hokje moeten passen als we met iets komen. Ja. Want vaak passen die hokjes niet bij wat wij nodig hebben. En daar open voor staan, daar zie ik wel een verandering in bij het Rijk. Ja. Maar we zijn er nog niet. En ik wijs ook trouwens naar onszelf, want wij zijn er ook nog niet. Maar zo'n nationale omgevingsvisie kan er enorm bij helpen. Ja. Maar, deze dingen die je nu telt, zeg maar, had je dat van tevoren bedacht? Dat dat zou gebeuren binnen het Vitaal Platteland? Wel gehoopt. Ja, ja. Wel gehoopt. Je had er wel een idee bij van, dat zou toch mooi zijn als het zo gaat? Ja. Ja. En ik merk, voor een deel is dat uitgekomen. En wat heel erg geholpen heeft bij dit programma, het was wel lekker concreet. Ja, ja. Voordat het weer een oeverloos gezwets eindigt met allerlei organisatiekundige visies. Ja. Merk je, hier moest je gewoon ook meteen op de bal spelen. Het is ook lekker fysiek. Ja. Ik bedoel, het is er gewoon, de plek. Ja. En ook hier, je merkt concreet, waar loop je tegenaan? Ja. Wij liepen in ons project Brabants Bodem aan tegen de aanbestedingsregels. Ja. Nou, en dan denk je bij jezelf, mijn god, we hebben een geweldig idee. En als je naar de bedoeling kijkt, zou het er vooruit moeten kunnen. Ja. En onze mazzel was dat we meededen aan dit programma, waardoor LNV aan tafel zat en met ons heeft meegedacht hoe we zeg maar de noodverbanden konden aanleggen. Brabants Bodem is een streekproduct in de ontwikkeling. Ja. Even ter illustratie, hè, want dat is een heel mooi ding. Waar dit is aan raakt, is inderdaad een mededingingsbeleid. Ja. Je kunt als ondernemers onderling heel lastig afspraken maken. Want het is strijdig met. Ja. Nou weten we dit. Hè, dit punt ervaren we in meerdere dossiers. Dus daar wordt ook aan gewerkt. Hè. Men is in het gesprek met Europa en er wordt nationaal aan gewerkt. Dus precies zo'n thema. Waarvan je zegt van, ik kom tegen gewoon dat de structuur. Ik loop tegen structurele grenzen aan. Ja. Die ik gewoon niet in de regio kan oplossen. Ja. Ik moet op de een of andere manier dat mededingingsbeleid anders gaan inrichten. Ja. Ik moet daar uitzonderingen krijgen. Ja. Kunnen er ministeriële regelingen voor worden gemaakt, ja of nee? Dat moet dan versneld op de nationale tafel komen. Ja. En dan is daar zal ongetwijfeld een politiek debat over plaatsvinden. Want het is ook politiek natuurlijk. Hè? Prima. Laat het plaatsvinden, maar schep duidelijkheid over wat je daarmee doet. Ja. En die verbinders van mij, die weten ook niet precies hoe het zit. Maar die weten wel waar in het huis van LNV men daar wel mee bezig is. En wat er op dat moment voor workarounds zijn. En wat er aan zit te komen. En hoe lang dat misschien nog duurt. Zodat je aan de slag gaat daarmee kunt rekenen. En ze kennen de achtergrond en de hele context. Het begint natuurlijk ook de andere kant uit te werken. Want daarmee krijgt het ook betekenis en beeld. Dus dan kun je het ook gaan gebruiken als argument en als illustratie waarom dit interessant is en waarom je hiermee aan de slag moet. Dus het gaat twee kanten uitwerken. En dat bedoel ik met, je moet iets te brengen hebben. Want het is leuk als wij meepraten. Maar als jullie er niks van hebben, dan gaat de belangstelling weg. Dus wij moeten ook iets te brengen hebben. Dus daar hebben we wat aan. Want als jullie er niks van hebben, denk ik, dat is alleen maar extra bagage in onze rugzak. Ja, dus het is altijd twee kanten uit. Ja. Ocha. Ja, ik wil wel bellen. Nou, een heel ander onderwerp wat ook in de chat naar voren komt. Van Co Melis en Esther van der Valk. Zegt, moet geld ook niet aan tafel? Ja. Hebben die partijen ook aan tafel gezeten? Want is het een klein beetje beeld in de chat, hè? Dat die toch ook in de wat oudere werkwijze nog zitten. Ja. En zouden die niet ook wat meer moeten leren? En ook op een andere manier aan tafel moeten zitten? Dus die vraag... Geld. Ja.
Ja, ja, want Mario, misschien toch even bij jou beginnen. Er is natuurlijk, je hebt het IBP gehad. Op een gegeven moment kwam er ook een studiegroep interbestuurlijke financiële verhoudingen. Omdat ze eigenlijk zeiden, de taal is er wel, maar letterlijk de governance zit er, is nog zoeken. Maar ook het geld is echt gewoon zoeken. Was dat bij het Vitaal Platteland ook zo? Dat je zei van ja, heel leuk, maar het, financieel zat het, past het nog niet, zeg maar. Ja, hoe meer geld, hoe beter. Ja, altijd. Ja. Nee, maar het puzzelstukje past. Maar wat het grappige is, vaak is het geld er wel, maar kom je er niet aan omdat er een gek schotje tussen zit. En dat schotje af en toe weghalen en het bij elkaar leggen om samen een opgave vast te pakken. Ja. Dat zeg je heel simpel. Nu. Ja, zeg het heel simpel en dan heb je heel veel relatietherapie voor nodig om dit voor elkaar te krijgen. Maar als je dat toch voor elkaar kunt krijgen. Ander voorbeeld, we hadden net de woningbouwopgave. Ik merk dat het Rijk nou toch nog wel redelijk indimensionaal oppakt. Nou, bouwen. Maar die woningbouwopgave kan een hele mooie hefboom zijn voor wat we hebben met de energieopgave te doen. Ja. Ook gaat het om leefbaarheid platteland. Ja, maar dat is een andere begrotingspost. Ja, maar dat is het punt. Ja. En waarom kun je de woningbouwopgave niet als hefboom gebruiken voor je andere opgaves? Ja. Johan, waarom is dat zo lastig? Om dat gewoon te zeggen van, nou luister, we gaan gebiedsgericht werken. Dus het geld wordt ook gewoon gebiedsgericht bij elkaar gelegd. Nou, dat is op dit moment inderdaad lastig. En we zitten een beetje te grijnzen allebei, omdat we heel goed weten hoe veel moeite het gekost heeft om geld wat er was, om gewoon te krijgen op de plek waar het... En dat is het leren. Is dat zo moeilijk? Ja, nou ja, weet je, er zijn natuurlijk allemaal regeltjes verzonnen die helemaal niet passen op wat wij aan het doen zijn. Dus wij hebben de regeltjes zitten tweaken en zitten te bij te buigen. En uiteindelijk is het gelukt, maar vraag niet hoe. Maar tegelijkertijd... Er zitten dus mensen hier in Den Haag die dus over het geld gaan, die nog niet mee zitten, zeg maar, in de geest van het interbestuurlijk samenwerken. Nee. Of die denken van... Nee, maar zo mag je niet vertellen. Kijk, We zijn op pad gestuurd met schroevendraaiers en we komen erachter dat we bijtels nodig hebben. Dan kun je diegenen die met schroevendraaiers staan niet verwijten dat ze geen bijtels hebben. Maar wat je wel kunt doen is dat je erachter komt en met elkaar gaat uitzoeken. En hoe gaan we nou zorgen dat we ze wel hebben? Dus wat doen we? Wat hebben we gedaan? We zijn bijvoorbeeld met de mensen van Financiën zijn we gewoon op pad gegaan. En wat zijn we nou eigenlijk aan het doen daar? Laten zien. En dan zie je gewoon dat ze denken, ja, maar dit is precies wat we nodig hebben. Dus dat zet bij hun ook het denken aan de gang. En hebben ze dan direct... onmiddellijk morgen een oplossing? Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar het zet wel wat in gang, waardoor de andere dingen anders worden. Want uiteindelijk, wat Mario het over heeft, is natuurlijk van... geld, hoewel je op dit moment misschien het gevoel hebt dat het anders is niet oneindig. En als jij je geld, wat er is, efficiënter kunt inzetten door het slim met dingen te combineren... en dat vind ik het helemaal niet verkeerd dat je vanuit Den Haag zegt, jongens... dit willen we graag wat jullie gaan doen. Dit is wat wij ervoor over hebben. Ja. Jongens, ga er in dit gebied mee aan de slag. En als jullie op iets anders uitkomen wat ook daaraan voldoet... maar jullie zetten het geld op een andere manier in... tegenwoordig heet dat een heel mooi Nederlands right to challenge. Ja. Ik vind dat best, want dat leidt tot een efficiënte besteding van geld. En ook, maar nu hebben we het weer over Vitaal overheid. Platteland, bij Vitaal Platteland heeft dit niet beperkt, zeg maar. Want ik weet wel, bij sommige andere IBP-programma's... die werden stroef toen het over geld ging. Toen zei van ja, toen werd het, dus in woorden ging de samenwerking fantastisch. En toen, zodra het over geld ging, zei van ja, nu wordt het lastig. Hoe was het bij Vitaal Platteland? Is het gelukt om inderdaad langzaam die wat was het, schroevendraaier en bijtel te maken? Langzaam, of heeft het ook echt wel parten gespeeld? Nou, het heeft ongetwijfeld parten gespeeld. Het heeft ons echt in de weg gezeten. Dingen werden langzaam, omdat het gewoon niet lukte. We gingen het energie verliezen aan dingen waarvan iedereen denkt, hier wil ik geen energie aan verliezen. Dus dat heeft ons ook zeker parten gespeeld. Maar het geld is nooit de hoofdmoot geweest. Dus in die zin heeft het niet in de weg gezeten. Tegelijkertijd, en het verhaal van Hans gaat daar ook heel erg over... de urgentie tussen dat er in het platteland echt iets moet gebeuren... en dat we aan de slag moeten. En ik beschrijf het net ook al zo. Dit is nog maar het fundament van wat moet gaan komen. Ja. Jongens, er staat echt gigantische opgave. En het slim combineren met woningbouw, met energie... als we dat niet voor elkaar krijgen... wordt het een heel erg dure exercitie voor Nederland. Een heel langdradige exercitie voor Nederland. Dus de urgentie om dit met elkaar op een goede... goede manier te doen en slim te doen, want nou, je hebt straks een rol van waterschappen, daar hebben we het nu op dit moment heel weinig, maar het is bijna onmogelijk om dit soort dingen niet ook in combinatie te doen met de opgave van waterschappen voor staan. Ja, want om het begin wordt ook gesproken, we moeten misschien scherper kiezen in het rapport, maar ik denk scherper kiezen, dat is eigenlijk flauwekul. Want we hebben niet de luxe om te kiezen, want we hebben de ruimte niet
om te kiezen. Dus we moeten gaan combineren. Eigenlijk wat we moeten gaan doen, we moeten samen gaan ontwerpen. We moeten samen aan de bak om op te stappen en te zeggen, we gaan samen dat volgende landschap ontwerpen. Ja. Want als je het laat overkomen, wordt er één grote rotzooi. Dat zien we nu hoe het aan de randen van de steden is. Zo hebben we het voorheen gedaan. Nee, het is geen tabula rasa. Er ligt al heel veel. Hoe gaan we het zo inrichten dat we trots kunnen zijn op ons landschap, trots kunnen zijn op het platteland, dat mensen daar een brood kunnen verdienen, de stedeling daar kan vertoeven, dat het een aantrekkingskracht heeft op toeristen. En het kan, maar dat betekent dat we samen moeten ontwerpen. En dat betekent dat die vier overheden de schotjes er tussenuit moeten trekken. En niet alleen een overheidsfeestje moeten laten zijn, maar de andere partijen er ook bij betrekken. Ja, precies. Dus de bedrijven, dus de boeren, dus de burger. Ja. Dus de banken. Tot slot, ik kijk nog even naar Olga. Nog één punt. Ja, ik heb een actieve betrokken burger. Zo heeft hij zichzelf. Dat zijn we allemaal. Bert Terhorst, die heeft dat even. Die geeft eigenlijk aan. Nou, je wordt als burger ook geconfronteerd met heel veel visies. Hè, verschillende visies van gemeente, waterschap en provincies. Allemaal los van elkaar. En ze doen hun eigen ding. Dat is een beetje een soort ponerende stelling. Maar de vraag die er achteraan komt van Harry Lauwenaar, met name richting Hans, moet er dan niet een minister voor interbestuurlijke samenwerking komen? Ja, kijk, we zijn toch aan het daar is het duizend dingen doekje weer. Ja. Ja. We creëren er een minister voor en dan is het opgelost. Ja. Maar dit klinkt als nee. Nee, dat zijn allemaal, korte termijn oplossingen, zou ik zeggen. Wat je wil is dat in het systeem de zaak anders wordt ingericht. Ja. Of je kunt roepen om een delta-commissaris, of je roept om een minister. Je creëert alleen maar weer nieuwe schotjes. Ja. Terwijl het grote probleem is dat je door de schotjes heen wil gaan opereren. Ja. En dat bereik je niet door steeds nieuwe schotjes ernaast te zetten. Nee, dat wordt alleen maar complexer, dat bouwwerk. Ja. Dus mijn neiging zou zijn om te zeggen, nee, niet doen. Nee. Want zodra je een minister van interbestuurlijke samenwerking hebt, voelen die andere ministers zich niet meer daarvoor verantwoordelijk. Ja. Er zijn zelfs mensen die zeggen, je zou het helemaal geen interbestuurlijk programma meer moeten noemen, want dan is het ook apart. Nou, het is gewoon een interbestuurlijke werkwijze die we gewoon moeten omarmen. Ja, maar ik kan me voorstellen dat in het begin, hè, als iets niet zeg maar even standaard is, dan moet je daar een programma van maken. Want anders gebeurt het gewoon niet. Ja. Daar blijven mensen gewoon doen wat ze doen. Dus ik vind het fantastisch dat in de luwte tussen aanhalingstekens van Rutte 3, hè, wanneer je kijkt naar landbouw en naar buitengebieden zo, is daar natuurlijk veel gebeurd, maar er zijn nog grote stappen te zetten. Dat in die fase precies deze coalitie ontstaan is en dit bouwwerk gebouwd is. Nu kun je, hè, dit bouwwerk is er niet, en nu kun je als het ware dat gaan voeden met een aantal opgaves die ongetwijfeld om ons afkomen. Ja, en voeden dus met de kennis en ervaring van de dingen die we de afgelopen periode hebben gedaan. Ja, en wat ik ook nog wil zeggen is natuurlijk, we hebben het nu over het IPP Vitaal Platteland. Ja. Maar eigenlijk gebeurt hier wat in bredere zin aan de hand is overal. Mm-hmm. Kijk naar de regionale energiestrategieën. Kijk naar hoe we met het waterprobleem bezig zijn, het nationale adaptatieproces. Precies, kijk naar de woningdeals, kijk naar de regio-deals, kijk naar de citydeals. We zijn over de volle breedte zijn we bezig te experimenteren met de nieuwe interbestuurlijke verhoudingen. Ja. En ik denk dat het een hele serieuze en belangwekkende agenda is, die niet gevangen moet worden in die tegenstelling tussen bottom-up en top-down, maar die opgavegericht gewoon door moet gaan nu. En eigenlijk zou wat er nu gebeurt aan die formatietafel zich ook nadrukkelijk hebben te verhouden tot wat er in deze programma's de afgelopen 4 jaar gebeurd is. Ja. En wat daar voor opgaves uit voortkomen, om dat dan vervolgens ook onderwerp te maken voor een politiek debat. Kijk, helemaal goed. We zijn bijna aan het einde van deze ronde. We gaan zo meteen verder kijken. Ik ben wel benieuwd, want zijn er dingen waarvan je zegt, nou ja, in het volgende gesprek gaan we met de verschillende overheden ook weer en met onder andere burgerinitiatief ook praten. Zeg van ja, daar moet je het over hebben als je naar de komende 4 jaar of 8 jaar of 12 jaar of 16 jaar kijkt. Jan? Nou ja, eigenlijk heb ik dat al gezegd. Sorry. Dit is eigenlijk nog maar het begin. Er komt op het landelijk gebied ontzettend veel af. En de komende 4 tot 10 jaar is echt de periode om te laten zien dat je dat ook weet te realiseren. En ik denk dat we hier een hele goede basis mee hebben. En een van de uitdagingen vind ik nu, weten wij als Rijk ook een kader neer te zetten. En weten we een nationaal programma landelijk gebied ook gevuld te krijgen. Op zo'n manier dat ook werkt op de manier zoals we het er nu net over hebben. Lukt het om ook echt investeringsmiddelen vrij te spelen. En ja, IBP Vitaal Platteland houdt op.
Ja, de titel houdt op, ja. Maar de manier van werken gaat door. Het gaat wat mij betreft volop door. En ik ben wel heel nieuwsgierig van, om ook te horen hoe anderen daarover denken. Hoe we dat ook echt een vervolg kunnen geven. Ja. Want het stickertje gaat eraf. Omdat eigenlijk, ik weet niet, zei jij het of zei het moet niet meer iets bijzonders zijn. Het hoort gewoon vanzelfsprekend onderdeel te zijn van de manier van werken. Ja. En daar hoop ik dat we daar de komende 4 jaar weer volop mee door kunnen gaan. En ik ben benieuwd wat voor suggesties wij meekrijgen uit het tweede deel, wat dat allemaal kan zijn. Mario, tot slot, heb jij zoiets waar je denkt, ben ik benieuwd naar in dat tweede deel, gewoon wat zij denken over hoe de toekomst gaat verlopen? Ja, wat mijn angst toch wel een beetje is, met het Hoognationaal Park gaan we gewoon door. Maar zijn er projecten die stoppen omdat het programma stopt? Ja. Dat is mijn zorg. En hoe voorkom je dat? Dat je dadelijk als je uitkijkt weer een nieuw projectencarousel krijgt. Precies. Hoe zet je die lijn door? En volgens mij een van de allerbelangrijkste dingen is dat je als overheden elkaar kunt en blijft aanspreken. En dat er dan ook geluisterd wordt. En dat klinkt heel gemakkelijk, maar dat is het niet. Nee. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe wij ervoor zorgen dat we elkaar kunnen aanspreken als dingen vastlopen. Ja. En het dan ook vlot trekken. Hoe gaan we dat bijna institutionaliseren? Gaan we onderzoeken in het volgende gesprek. Mag ik jullie voor nu in ieder geval heel erg danken. Over ongeveer 2 weken komt het rapport uit, dus dan kunnen jullie het helemaal lezen. Dus dan gaan we eens kijken of we het inderdaad verder aanzetten. En of jullie het inderdaad op het nachtkastje leggen. Want we moeten door met elkaar en dat is belangrijk. Heel veel dank in ieder geval. Johan Ozinga, Mario Jacobs, heel veel dank. Dank. Olga, jullie mogen van tafel. We praten dus verder zo met Hans Momma's. We gaan 4 mensen er online bij halen. Maar ik ben toch wel even benieuwd, Olga. Want als je kijkt nu naar dit eerste gesprek. Ik bedoel, je bent als programmamanager bij Vitaal Platteland. Waren dit een beetje de onderwerpen waar jij zelf ook tegenaan liep als programmamanager? Bij mij stond met stip bovenaan. Hoe krijg je deze, toch wel buitenboordmotor, als je het zo het programma kunt kenschetsen. Hoe krijg je dat in het hart van de organisaties? Ja. Dat is eigenlijk een hele normale manier van werken wordt. Naast dat je gewoon ook je hele beleidscyclus hebt, dat je het projectenwerk hebt. Maar dit is toch net even een andere tak van sport. Ja. En, ben je er optimistisch over eigenlijk? Zie je het echt gebeuren? Zoals dat net een beetje werd gezegd, bij LNV zien we het wel gebeuren bij ons in de organisatie ik denk Tilburg. Dat we nog niet klaar zijn. Nee. Dus als we dit loslaten, dat een handvol mensen die nu aan dit programma verbonden zijn in de regio's aan het werk zijn, dat die wel de smaak te pakken hebben. Maar het heeft wel, wat ik moet zeggen, je moet het wel koesteren. Je moet dat nog wel omarmen, je moet daar nog wel iets. Met name bij het management en bestuurders, die moeten er wel voor gaan staan. Die moeten ook echt als op gaan pakken. Nou, we gaan eens praten met 4 mensen die dat mogen koesteren. Die zijn online aanwezig. Van harte welkom. Lenneke Buller, Antoinette Lohman, Albert Vermeulen, Albert Thijssen. En in die volgorde, Lenneke is namens een burgerinitiatief Stichting Beekdal Landschap Koningsliep. Onder andere ook betrokken bij Vitaal Platteland. Antoinette Lohman, bestuurder bij Waterschap Rijn en IJssel. Albert Vermeulen, directeur VNG Leefomgeving. Albert Thijssen vanuit provincie Gelderland. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Jullie hebben ook naar het vorige gesprek geluisterd. Antoinette, leidde dat tot onrust bij jou? Of dacht je van dit klopt wel. Dit is ook wel mijn ervaring. Ja, ik word heel blij van hetgeen wat ik net heb gehoord. En ik heb ondertussen mee zitten schrijven. Dat ik denk, dat wil ik nog benadrukken. Dat wil ik nog benadrukken. En ik realiseerde me net ook dat ik eigenlijk van de 4 die hier zitten de enige bestuurder ben. En dat werd net ook gezegd. Er wordt ook van bestuurders en eigenlijk gewoon van mensen gevraagd verantwoordelijkheid te pakken. En dat kan ik alleen maar omarmen. En we zagen in het verhaal van Hans Momma's dat het ging over publieke waarden centraal stellen. Ja. Maar de belangrijkste waarde die werd genoemd is die horizontale samenwerking. En wat zegt dat eigenlijk? Dat we gewoon gelijkwaardig met elkaar omgaan. Dus we hoeven niet meer te denken over zij in Den Haag of hij op dat land. Nee, ieder doet vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid wat hij moet doen. En laat dat ook zo zijn. Dat was een van de vragen waar Olga mee doorkwam. Van iemand die vroeg van hoe krijg ik anderen mee in dat grotere verhaal. Dan denk ik, doe niet je best om anderen mee te nemen. Laat iedereen in zijn eigen waarde en iedereen weet best wel wat hij moet doen om zijn eigen leefomgeving. Daarom is het niet gek dat Planbureau voor de Leefomgeving nu met zo'n verhaal komt. Om die leefomgeving beter te maken, mooier te maken.
En wat mij heel erg aansprak in dat verhaal ook van Johan Osiga is van, we hebben zulke grote maatschappelijke opgaven, zo complex, dat we dus ook niet moeten proberen om die maar in kleine stukjes te hakken en ze dan op te lossen. Ik vond het heel mooi wat hij zei, ga nou die spa dieper. En dat is eigenlijk ook wat Mario Jacobs aangaf. Ja. Laten we met elkaar onze eigen leefomgeving weer beter inrichten met al die opgaven die er zijn. En dat kunnen wij samen. En ook nog even naar jou. Nee, tot slot. Je mag zakjes verder, Antoinette. Even wachten. Nee. Je mag zo meteen. Ik kom even. Ik wil even naar Lenneke. Lenneke, ik zeg even vanuit Burgerinitiatief Stichting Beekdal Landschap Koningsdiep. Sluit dit nou enigszins aan bij jouw belevingswereld? Wat we hier nu aan het bespreken zijn? Ja, ik vond dat heel veel wat er gezegd is, dat was mij uit het hart gegrepen. Rijk en regio zitten nu bij elkaar. Dat er werd gezegd, kijk naar wat werkt en niet werkt. Hè. Opgaven bericht bezig zijn. Samenhang van vraagstukken. Samen ontwerpen. Schortjes tussen geld weg. Ik vond eigenlijk dat een heleboel dingen. Ja, het is eigenlijk allemaal gezegd. Wat ik zelf ook vond. Nou, dat is heel mooi. Maar wat ik wel interessant vind, hè, wat ik zeg even met nadruk burgerinitiatief. Dit is eigenlijk alles wat hier gebeurt. Dan moet je behoorlijk wat bureaucratische vaardigheden hebben om dit überhaupt, nou, soms zelfs om dit gesprek te kunnen volgen. En dan kom ik toch een beetje het punt van Olga aan het begin over die buitenwereld. Is dit wel toegankelijk voor mensen? Is het begrijpelijk? Of denk je, ja, dat hoeft ook niet zo, want je hoeft niet per se te weten wat er onder de motorkap gebeurt. Wat vind jij, Lenneke? Nou, ik vond de uitspraak, hè, ga naar buiten, ga naar daar waar het stuurt, dat is de basis van ons initiatief geweest. Hè, de buitenwereld is eigenlijk zelf naar de overheid gestapt en die heeft gezegd, mogen wij in dit gebied, Oldenborne delen, zelf die opgave ter hand nemen. En wij hebben aan boeren in het gebied gevraagd, aan burgers in het gebied gevraagd, als dit de opgave is, waar moeten we dan mee bezig volgens jullie? En zo zijn we in gesprek met de overheid, geven wij die opgave samen vorm. Ja, en ontstaat dus sowieso toch die verbinding? Ja. Ja. Albert Thijssen, toch ook even een korte reflectie even op wat je tot nu toe hebt gehoord? Ja, ik vrees dat we van dat mooie schilderij van Escher nog niet af zijn, om eerlijk te zijn. Wat al Hans Momma's op het laatst al aangaf, de bestuurlijke koers, dat vond ik een beetje onderbelicht in het hele verhaal. En dat maakt natuurlijk toch wel hoe organisaties gaan opereren, langs welke agenda. Ik merk vanuit de provincie steeds meer dat je als het ware het langs drie lijnen kan aanvliegen. En dat gaat over tafels, taal en tijd. Je hebt transitiestafels, dat zijn lange bewegingen. Je hebt programmeertafels, daar ga je die opgaves wat meer pakken. En je hebt uitvoeringstafels en daar horen andere vraagstukken bij. Ik hoorde het Mario ook zeggen, die ontwerpende benadering. Ja, die ontwerpende benadering is mij zeer uit het hart gegrepen. Maar dat is ook weer op verschillende schaalniveaus. Dus het dansen tussen die schaalniveaus, dat heb je continu met elkaar te managen. Ja. Ik denk dat we het vanuit het IBP, we begonnen als rock and roll, met een bandje aftikken en gaan. Maar nu kom je wat meer in een orkest terecht. Dus je hebt wat meer facetten te organiseren. Want anders wordt het wel heel groot en heel complex. En dan weet je zeker dat schilderij verdubbeld wordt. Ja, duidelijk. Albert Smuur, om daar toch maar gelijk dan op door te gaan. Want een van de dingen die natuurlijk Hans Momma's noemt, is zeg wat er echt ontbreekt, is dat gedeelde besef van richting. Dus misschien, dat vind ik ook wel passen bij dat beeld van rock'n'roll. Ik bedoel, we dansen allemaal kanten op en we gaan de lucht in en naar beneden en weet ik veel allemaal. Maar uiteindelijk willen we wel ergens naartoe met elkaar. En eigenlijk zeg je volgens mij vanuit die aanbevelingen, zeg van oké, leuk, we hebben gerock'n'rolled met elkaar, maar nu moeten we ook eens met elkaar gaan bepalen waar willen we heen. Herken je dat? Ja, dat herken ik zeker. Ik vond het ook overigens een hele interessante ochtend en zeker ook een goede presentatie van Hans Momma's, met name de conclusie waarin die begint met die waarden, de visie, de kaders die je mee moet geven. Wat ik zelf altijd toch het goede vond van dit programma, is dat je aan de ene kant de doelen en bij de bewoners ophaalt. Je gaat toch ook echt naar de noden
van bepaalde gebieden. En dat probeer je te koppelen aan de grotere kaders, of die nou uit Europa komen of uit van het nationaal beleid. En ik denk dat dat is volgens mij toch de kern van dit programma. En dat hebben we ook in de komende jaren nog heel erg nodig. Ik was toch zelf weer wel een beetje geschrokken. We hebben voor de kabinetformatie met de provincies, de waterschappen en de gemeentes, hebben we een plan gemaakt. Vervolgens komt een maand later komen onze plattelandsgemeentes, komen eigenlijk ook met een plan voor de formatie. En dan zie je eigenlijk dat er helemaal niet zoveel overlap is. Nee. Het is toch wel heel erg belangrijk dat wij ook iedere keer wel ons rekenschap blijven geven. Wat zijn nou de prioriteiten op dat platteland? Ja. Waar zijn bewoners zich van bewust? En wat voelen zij als de grootste bedreigingen of hun grootste problemen? Want anders blijven we toch zitten met het punt dat het de prioriteiten uit Brussel en de prioriteiten uit Den Haag niet de prioriteiten van de bewoners zijn. En ja, duidelijk. Dankjewel. Dank. Hans, toch over dat, want dat hoor je dus nu ook van, ja, eigenlijk is er nog niet echt een goed gemeenschappelijk beeld. En wat je ook zegt. Ja. Zou het zo kunnen zijn dat als reden heeft dat het dan namelijk te pijnlijk wordt? Want dan moet je echt met elkaar gaan zeggen, waar willen we heen met elkaar? Nu kan je gewoon met elkaar zeggen, oké, we hebben gewoon een opgave, gaan we leuk met elkaar aan werken en alles. Maar als je echt met elkaar moet gaan uitspreken, daar gaan we heen met z'n allen. Ja, dan gaat het ook ergens pijn doen. Ja, nee, tuurlijk. En in het rapport noemen we dat om de hete brei heen bewegen. Ja. Dat is ook een beetje rock'n'roll. Kun je een beetje flexibel doen. Je bent lekker bezig en zo. Maar ja, weet je, op het eind van de dag, wat heeft het nu opgeleverd? Ja of nee? Maar misschien is dat dus het succes van Vitaal Platteland. Dat ze dus ook een beetje om de hete brei heen. Ja, maar dat is helemaal gelijk. Hè? Dat is, want ook daar zit altijd een soort van afwegingsmoment. Hè? Gaan we nu eens even hard zeggen wat er moet gebeuren? Nou, dan weten we uit ervaring. Nou, dan gaat het, als het ware, dan organiseer je je eigen tegenkracht, je tegenmacht. Je organiseert verzet, zal ik maar zeggen. Logisch, hè? Want dat heb ik niet uitgevonden. Daar komen jullie mee. Nee, zoek het maar uit, weet je. Dus eigenaarschap is heel belangrijk. Maar tegelijkertijd constateren we dat mensen in de regio zeggen, ja, maar weet je, we willen ook wel kaders hebben, want we weten niet waar we naartoe moeten. Wat zal over 20 jaar, 30 jaar de situatie zijn? Ja. Wat zijn de doelstellingen waar we ons toe moeten verhouden? Dus het vinden van de juiste schakel tussen enerzijds de waarden in gebieden, de doelen in gebieden, anderzijds de doelen zoals die voortkomen uit nationaal en Europees beleid. Ja, die schakelkast die is ook heel gevoelig. Ja. En daar kun je te hard instappen en daar kun je te vrijblijvend instappen. Mm-hmm. Dus inhoud en proces moeten daar ook steeds goed bij elkaar komen. Maar betekent dat als we nu naar de komende 4 jaar kijken of 8 jaar kijken, we hoeven ons helemaal niet aan kabinetsperiodes te houden natuurlijk. Ik bedoel, we kunnen veel langer vooruit kijken. Ja. Antoinette, dat je zegt van nou, als we nu doorgaan, we gaan door met Vitaal Platteland, onder wat voor naam, wat voor vorm dan ook. Maar moeten we misschien met alle dansvaardigheden die we hebben opgedaan, wel echt nu even bij elkaar gaan zitten en zeggen, oké, waar gaan we nu eigenlijk echt naartoe met elkaar? Deel je dat? Dat we dat gesprek daarmee moeten gaan beginnen? Nou, wil je dat? Als het goed is, deel je. Hoop ik, is dat we dat gesprek toch gewoon nu voeren. Dat is wat bij ons in de regio het IBP Vitaal Platteland heeft gebracht. Ja. We kennen elkaar beter. We hebben een aantal inhoudelijke vraagstukken aangepakt of waargemaakt. Dat geeft ook een gevoel van, zie je wel, als we samen ergens de schouders onder zetten, dan komen we verder als dat we dat alleen hadden gedaan. Dus als je dan de vraag stelt, willen we dat goede gesprek voeren en durven we to the point te zijn en niet om die hitte brei heen te draaien, dan is mijn antwoord ja zeker. En ik durf vanuit ons in de regio te zeggen dat we dat ook doen. En één punt wat daarin net ook werd genoemd is dat verdienvermogen van het platteland. Want dat was ook wat wel even werd aangestipt. Ja. Maar dat verdient extra aandacht. Wij hebben een platform Landbouw, Natuur en Water. En daar zijn we juist met grondeigenaren in de breedte, of dat particulier grondbezit is, boeren, of de treinbeheer en organisaties, aan het kijken naar die goede verdienmodellen. En dan heb ik het niet even over een niche-markt op een boerenbedrijf. Nee, als wij met elkaar die maatschappelijke opgave zo belangrijk vinden, moeten we er ook wat voor over hebben en moeten we kijken of we dat via bestaande structuren wellicht
ook betaald krijgen maatschappelijk. Ja. En daarvan zeg je dus eigenlijk, want daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar in dit tweede deel, van wat komt erbij bij Vitaal Platteland, zeg maar. Je kan zeggen, we hebben nu die evaluatie, tot hier en nu verder met elkaar. En dan zeg je, die verdienmodellen, dat is er eentje waar we echt verder mee moeten. Daar moeten we verder uitzoeken, zorgen dat ook de kracht daarvan wordt gezien. Want dat brengt ook uiteindelijk een beetje het geld bij de ideeën. Ja. Ja, en daar hebben we de banken bij nodig, die net ook al eerder werden genoemd. Ja. Maar ik vond het ook een mooie wat jij zei, want die had ik net wilde noemen van gaan we naar een interbestuurlijk programma, naar een interbestuurlijke werkwijze. Nee, haal dat bestuurlijke maar weg. We zitten met z'n allen in dat trappenhuis, dus ook wij als bewoner. En dat betekent dus ook dat ik als consument misschien anders moet gaan eten en meer moet betalen als ik een ecologisch product wil hebben of wat ook. Ik zag Lenneke erop reageren. Lenneke. Nou, ik was het helemaal mee eens. Haal dat interbestuurlijke maar weg, want je doet het met elkaar. Wat ik nog even wilde zeggen, dat kader is heel erg belangrijk. Want je moet weten waar je naartoe werkt. Maar aan de andere kant, daarom ook haal dat interbestuurlijke wel weg, maar weg. Je moet in constant gesprek met die mensen in het gebied, die daar wonen en werken, moet je ontdekken. Hoe geef ik dat dan vorm? En daar moet wel vrijheid in zijn. Er moet vertrouwen zijn, als je gebiedsbericht werkt, dat die mensen in het gebied in samenspraak met de overheden zelf de beste oplossingen zoeken en vinden. Albert Muur, er zitten wel wat opgaven bij waarvan je denkt, en zeker met klimaatverandering en dat soort dingen, denk je, we hebben ook wel een beetje haast. Heel veel van de dingen die we nu met elkaar bespreken, gaan we heel veel met elkaar overleggen en bespreken en afstemmen en dat soort dingen. En dan maak ik me toch ook een beetje zorgen of we dan wel op tijd de boel afgerond krijgen. Ik denk dat je... Albert Vermeer eerst, ja? Ja, sorry. Maakt niet uit. Ik vind zelf op zich die werkwijze van de regionale energiestrategieën toch wel een goed voorbeeld. Daar heb je een helder kader van bovenaf gekregen, dat je 35 terawattuur aan duurzame energie moet realiseren. En dat heb je gevraagd aan de verschillende regio's. En die hebben dat ook gedaan. Dus ik denk wel dat ook als er urgentie is, dat dit wel lukt. Waar ik zelf altijd bij dit soort opgaves nog wel naar zit te zoeken, is van, stel nou dat een bepaalde regio of een bepaald gebied iets meer kan doen. Hoe zorg je er dan nog voor dat er ook de revenue van zo'n gebied, of de revenue van zo'n actie, nog meer in dat gebied neerslaan? Want dat is toch tot nu toe eigenlijk nog niet zo goed geregeld. Ik kom toch bij die verdienmodel. Ik zie Antoinette ook heel erg knikken. Ik denk van dat is precies, ik kijk even Olga. Wat gebeurt er in de chat? Ja, er gebeurt veel in de chat. Ja, ook enigszins in relatie tot waar we bespreken. Ja, zeker. Want het gaat ook over taal. Nelly Houtenkamer en Bert de Horst hebben het daar ook over. Het valt mij op dat ambtelijk en bestuurlijke samenwerking ook een hele eigen taal heeft ontwikkeld, die toch ook wel vaak verhullend en wat vaag kan zijn. Hebben ze daar voorbeelden van? Nou, misschien kunnen die nog even in de chat worden misschien gezet. Misschien ging het over de rock and roll relatie. Precies. Ja, precies. En de vraag die daar eigenlijk achter zit van, gaat het ook niet over eigenaarschap? Hoe gaan dat samenwerken meer naar eigenaarschap kunnen? Ja, wat is daar helpend in? Dat is misschien trouwens wel gelijk een lastige, Hans. Want het is... eigenlijk van veel dingen die nu worden gezegd, zeg je eigenlijk, we zijn met elkaar eigenaar. Ja. En we hadden net ook al in het gesprek ook al een beetje, je bent ervan of je bent er niet van, dat past eigenlijk niet helemaal meer. Nee. Dus echt het etiketje van eigenaarschap. Ja. Maar aan de andere kant, er wordt ook wel gezegd, trek het breed en er gebeurt geen reet, zeggen ze even heel plat altijd. Hè? Van dan wordt het heel lastig. Ja. Ja. Nee, dus ook daarvoor geldt, het is niet of, weet je. Ja. We hadden het aan het begin van het gesprek over top-down en bottom-up, die beelden. Ja. Nou, daar moeten we ook vanaf, want dat zet ook een heleboel dingen vast en zo. Maar dit is er ook weer zo eentje. Dat zet ook dingen vast. Dus je moet op de een of andere manier... Je hebt alle twee nodig. Hè? Je hebt kader nodig aan de ene kant. En verantwoordelijkheid nodig aan de ene kant. Ja. Aan de andere kant heb je ook, zeg maar, even het inzicht nodig. Dat misschien... gaandeweg, afhankelijk van de ervaringen die je opdoet, dat je stelsels wijzigt. Ja. En dat je dus ook verantwoordelijkheden wijzigt. Als blijkt dat bepaalde regio's vanwege de omstandigheden een bepaalde opgave niet aankunnen,
Omdat daar veel meer organiserend vermogen voor nodig is. Omdat daar veel meer financiën... Omdat het rijkt naar Europa toe, enzovoort. Enzovoort. Oké, okay, dat hebben we dus op de verkeerde schaal belegd. Maar dan moet je dat wel expliciteren. En dan moet je dat wel expliciteren. Moet je zeggen, oké, hier blijkt dus echt iets structureel fout te zijn. We trekken het eens even naar Europa toe. Ja. Of we trekken het eens even naar Den Haag toe om te kijken of we daar een oplossing voor kunnen vinden. Je moet er vooral expliciet over zijn. Ja. Dus, en niet te veel bestuurlijk ego. Nee. En niet te veel, zeg maar even, de olifant in de kamer benoemen. Duidelijk. Ja. Albert Thijssen, ik zag je ook je hand opsteken. Ja, Albert. Ja. Ja, ik vind het wel interessant. Hè, dat woorden eigenaarschap, dat triggert mij wel. En ook zoals je het nu heel plat zegt. Ik zeg altijd, we samenhangen ons suf. Hè. Wie SOS, en jij maakt het, trek het beet, dan gebeurt er geen reet. En volgens mij heeft het IBP mij wel echt gebracht dat door in elkaar te investeren, elkaar goed te leren kennen, ja, dan creëer je ook een bepaald vertrouwen, maar creëer je ook veel meer scherpte in wie is nou waar goed in. En ja, dan moet je dynamischer durven programmeren, dan moet je dynamischer kunnen agenderen, dan moeten doorlooptijden veel korter worden, hè, om een wettelijke regeling aan te passen of een pilotgebied aan te wijzen. Ja. Ja, dan ben je al bijna 2 jaar bezig om zo'n besluit te nemen. Daar is heel veel winst in te boeken, denk ik. Maar vooral het begrip hebben voor elkaar, ja, dat vraagt gewoon echt tijd. Dat maakt het digitaal soms iets makkelijker, want je kan veel sneller elkaar vinden. Maar soms maakt het ook echt veel lastiger, want je moet gewoon sessies organiseren. Duidelijk, ja. We gaan al bijna naar de laatste ronde. We kunnen hier dagen over doorpraten. Overigens, het goede nieuws is, er wordt ook nog over doorgepraat. Want over 3 kwartier gaat de werkplaats weer verder. En dan krijgen we juist ook weer, gaan we echt nog dieper in op een aantal vragen van Vitaal Platteland. Ik heb nog 1 vraag aan jullie. Gewoon bovenaan de agenda voor het inter-samenwerken. Ik haal het bestuurlijke eraf. Hè? Of gewoon het samenwerken. En zeg, ja, dit is echt iets... Daar zou ik de komende tijd meer energie in gaan stoppen. Gewoon als ik kijk naar Vitaal Platteland, wat er nodig is. Dit staat voor mij bovenaan aan de agenda. Lenneke, wat zeg jij dan? Moet je even je microfoon aanzetten? Ik hoor je niet. Ik ja. Oh, jij mag helemaal niks doen. Nee, dan moet iemand achter hier de microfoon aanzetten. Ik hoor je. Ja. Nou, dat het gaat om samenhang van vraagstukken. Dat bij elkaar brengen. Hè? Ja. Niet alleen kijken naar Veenweide, nee, ook naar energietransitie, et cetera. Samenbrengen van vraagstukken. Duidelijk. Mooi, ja. Albert Vermu? Ja, ik zou toch eigenlijk de relatie tussen beleid en uitvoering nog verder willen verbeteren. Zodat dat als je beleid maakt, dat je ook echt weet, is het uitvoerbaar? Kan het? En als er in de uitvoering knelpunten zijn, dat je gemakkelijker dat beleid kunt aanpassen. Duidelijk, ja. Albert Thijssen? Ja, provincies zijn goed in gebiedsgerichte werken. Daar hoort vrijheid en verantwoordelijkheid bij en een hele goede verbinding. Duidelijk, ja. En Antoinette, waar zit jij op? Ja, het is een beetje in het verhaal van Hans Momma's trapje op, trapje af. Hè? Dus kies iedere keer de juiste schaal. En nog even in die beeldspraak van Johan Oosinga. Hij ging met schroevendraaiers naar het gebied toe en dacht ik heb een beitel nodig. Als jij een stevige schroevendraaier hebt en je pakt een flinke schroefkamer, zoals wij het zeggen, je slaat erop, heb je een beitel. Ja. Je hoeft niet iedere keer terug naar Den Haag. Luister welke kennis er in het gebied zit en pak het gewoon aan met elkaar. Dus gewoon en geef er een klap op. Ja, precies. Duidelijk. Ja. Dank jullie wel. Lenneke Buller, Antoinette Lohman, Albert Vermuur, Albert Thijssen, heel veel dank voor jullie bijdrage nu. En heel veel succes. Dank je wel. Ja. Hans, we zijn bijna aan het einde gekomen, in ieder geval van dit onderdeel. Ja. Want ik zeg dit onderdeel. Over 3 kwartier gaat hier ook weer een ander gesprek verder. Ja. Olga, jij kan er iets meer over vertellen. Ja, we gaan dan wat dieper in op wat er nou in de gebieden is gebeurd. Dus voorbeelden. We gaan eigenlijk een heel rondje door Nederland maken. Een beetje maken. Wat ook in Villa Jongerius zeg maar ging, hè? Dat is die werkplaatsen, de community of practice. Ja, ja zeker. Dus, en de reflectie weer van buiten. Mensen bellen in, maar er zitten ook studiogasten. Dus ontzettend leuk. Mensen die daarbij willen zijn, kunnen daar nog bij zijn als ze zich niet hebben aangemeld. Ja. We zetten geloof ik in de chat nu nog de link. Ja. Kan je nog even aanmelden? Ja, en dan krijg je een persoonlijke link ook. Dus niet doorgeven aan elkaar, persoonlijke link en dan erbij zijn. Ja. Heel belangrijk is natuurlijk dat we dit soort kennis en informatie overdragen. Vanuit de werkplaats is ook een publicatie gemaakt, een e-sign. Ja.
een online magazine. Maar het grappige is, online magazines kan je ook uitprinten. Ja, ik heb hier twee papieren exemplaren. Volgens mij is dit ook nog een mooi ceremonieel moment. Want dit mag ik voorzichtig richting Hans schuiven. Ja, heel voorzichtig. Ja. Corona-proof. Ja. Dankjewel. Nee, het Vitaal Vooruit geeft eigenlijk een hele mooie reis in beeld. Met heel mooi verslag uit de 15 regio's. Wat er is gedaan op inhoud, op samenwerking, wat er is geleerd. En ook een beetje, nou, een knipoog naar hoe nu verder. Hè, dat het hier niet bij blijft. Duidelijk. Ja. Dankjewel. Strak over drie kwartier gaan we daarmee verder. Dankjewel ook voor de scherpte bij de chat in de gaten houden. Er is volgens mij een hoop gebeurd. We gaan later nog even terugkijken wat er allemaal gebeurt. Hans, over ongeveer 2 weken komt het rapport uit. Ja. Zeg je nog, naar aanleiding van vanochtend, we moeten hem toch nog even aanpassen, dames en heren. Hij komt over 4 weken uit. Nee. Het klopt wel wat er het staat. Het klopt wat er staat. Volgens mij is het een robuuste conclusie die ook hier aan tafel bevestigd wordt. En ik heb trouwens een sneak preview mogen hebben van dit magazine. Daar staat ontzettend veel waardevols in. Omdat het op een hele mooie manier wat er in de gebieden gebeurt, verbindt met wat er op dit moment bestuurlijk aan het gebeuren is. Ja. En wat dat betreft denk ik dat inderdaad het IBP Vitaal Platteland een hele interessante, relevante proeftuin is geweest. Kijk, helemaal goed. Dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van dit webinar. U kunt even gaan lunchen, u kunt even een wandelingetje maken. Volgens mij is het buiten mooi weer. Ik heb hier geen ramen, maar vanochtend was het wel zo. Over 3 kwartier gaat het hier dus verder. U kunt zich nog aanmelden via de link die nu in de chat staat. En kunt u over 3 kwartier gewoon nog iets verder, dieper, die spade dieper zetten eigenlijk. Zoals Johan dat aangaf in het Vitaal Platteland. Voor nu wil ik u in ieder geval heel erg danken voor uw aandacht, uw betrokkenheid en ook uw inzet in de chat. Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit webinar, laat het ons gerust weten. En dan rest mij u in ieder geval een hele fijne middag te wensen. Dank u wel.